Ik ben Nelbreine, ik ben 32 jaar en ik ben in februari gestart met de opleiding aan de Erasmus Hogeschool Brussel. Ik heb kine gestudeerd en dan ben ik daarna naar het leerstuurcentrum gaan werken. En zo heb ik het onderwijs leren kennen en ik was daar direct verliefd op eigenlijk. Dus heb ik besloten van toch te solliciteren in een school om echt voor de klas te staan. En ik heb daarvoor een diploma nodig. Als je een bachelordiploma hebt en je wil graag leraar worden in het lager onderwijs, dan kan je eigenlijk met het verkorte traject starten. Het is gemaakt voor zijnstromers die al werken, al dan niet in een basisschool. We hebben dat samen ontworpen met 3 scholengroepen uit onze regio. Uniek, Scoop en Scholengroep Brussel. Het was voor mij heel belangrijk dat het haalbaar was met werken en met gezin. Dus ik heb gekeken naar online lessen. En hier is dat dus dinsdag en donderdag. Dus dat is perfect. Ik ben thuis. De kindjes kunnen naar mij komen als ze toch nog iets nodig hebben. En dan die paar zaterdagen dat je toch de andere studenten ook zo wat leert kennen. Dat je toch die contactmomenten hebt. De begeleiding hier is heel goed. Je krijgt heel veel feedback. De docenten staan heel open voor alle vragen. Je krijgt heel rap antwoord op mails. Op zich word je wel heel goed begeleid. Je staat er niet alleen voor. Opnieuw gaan studeren is wel een klik. Ik ben al 10 jaar afgestudeerd. Dus ik heb ondertussen wel opleidingen gevolgd. Maar het verschil is dat je nu wel echt voor iets wilt gaan. Je weet dat het pittig gaat zijn, maar je wilt dat met volle overgave doen. Dus je motivatie is er ook wel. Er zit heel veel expertise wat de grootstedelijke context betreft. Wij zien dus grootstedelijkheid, meertaligheid, superdiversiteit als kansen om je onderwijs te verrijken. Voor de klas staan is superleuk. Ik sta in het eerste leerjaar. Die zijn nog vol energie om te leren. En die zetten grote stappen. En die zijn ook nog zo dicht bij u. We hebben een bootcamp en dat maakt onze opleiding ook heel uitzonderlijk. We mikken op 3 doelen. Het eerste doel gaat er om je voor te bereiden op die eerste schoolweek. En dat je eigenlijk in staat bent concrete, specifieke leeractiviteiten te ontwerpen. Daarnaast gaan we het ook hebben over klasmanagement en over praktische zaken die eigen zijn aan het schoolgebeuren. En als laatste vinden we heel belangrijk is werken aan die community. Maar ook uw aanvangsbegeleider, je begeleider op school, neemt je vanaf dan mee bij de start van je schoolcarrière. Onderwijs is gewoon heel leuk, hè? Je kunt de hele tijd bezig zijn met kinderen dingen bij te brengen. Je ziet die groeien, je ziet die openbloeien. Dus gewoon doen, zou ik zeggen.